Hey, hallo Corinne hier. Ik kreeg van de week een privéberichtje van iemand en die vroeg mij van, joh, zou je niet eens die markers, die nieuwe acrylic markers van Studio Light kunnen laten zien wat je daarmee kan? Nu heb ik vorige week heb ik op de Knotschaak kaartendagen gezeten en daar heb ik ze ook gedemonstreerd en toen waren er ook dames en die zeiden, ja, maar dat is veel te moeilijk en dat kan ik niet. En toen heb ik gezegd, joh, het valt allemaal best wel reuze mee. Nou, het gaat dus om deze markers. Daar zitten, ja, je ziet dat er bij mij al twee uit zijn. Er zitten extra puntjes bij. Dan heb je een bijtelpunt. Ik heb ze nog wel hoor, liggen ergens anders. Dit is een soort van verf, een acrylverf wat hierin zit. En het is op waterbasis. Dus wat gaan we doen? We gaan ze schudden. En ik zal even wel wat voorbereiden, dat ben ik vergeten. Je knipt gewoon even een schuursponsje. Ik vind het handigste, die schuursponsjes. Nou is dit een beetje een stevige schuurspons, want dat schuurgedeelte is natuurlijk veel te dik. Waarom een schuursponsje? Nou ja, het gaat om dat gelige gedeelte. En ik kan op, ik heb wel van die sponsjes, maar dat zijn zwarte. En daar zie ik gewoon de kleur niet goed op. En ik wil wel, als ik dus ergens mee bezig ben, zien van oké, ik ben met roze bezig. Dat ik dan niet in één keer het paarse of het blauwe sponsje daaroverheen gooi. Dat dus terzijde. Heel lichtjes spuit je even je papier nat. Nu hoop ik dat dat niet al te nat wordt, dat ik sowieso wel door kan werken dadelijk. Ik begin het liefst met de lichtere kleur. Nou, dan scribbel je gewoon een beetje wat. Dit is een glasplaat. Als je een sheet, een plastic sheet waar je stempels op zitten hebt, dan is dat ook voldoende. En zoals ik het dan doe, is het puur een beetje sponsen. Kind kan de was doen. Helemaal niet moeilijk. Dit gaat ook maar om de basis die aan de achterkant zit. Ik doe het op deze manier. Er zullen vast collega's zijn die het weer op een andere manier doen. Ik vind het op deze manier gewoon prettig werken. Nou, ik wil nog iets of wat meer roze. Dus het is gewoon even met je stift goed schudden. En puur een beetje dabberen. Meer is het niet. Nu gaan we verder met de blauw. Dan moet ik even zoeken, want ik heb natuurlijk wel doekjes. Ik vind, ja, dat zijn bij mij eigenlijk wel een beetje de favokleurtjes. Ik wil er ook iets van een kerstachtig tafereeltje op maken. Blauw, paars, roze. Ik heb nog een hele andere gemaakt, die zal ik je dadelijk laten zien. Ik hoop niet dat die vuil wordt. Hij ligt al angstvallig een beetje onder de plastic. Want let op, als je met deze markers bezig bent, en welke markers dan ook hoor, of verf of wat dan ook. En je spuit daar water op. Je ziet mij ook mijn hand gebruiken. Het spettert alle kanten op, hè? Want je ziet hier nu al blauwe spettertjes. Van wat ik net heb gebruikt. Nou, en dit is eigenlijk alles. Ik moest echt vorige week heel erg lachen. Toen zei ze, ja, maar dat kan ik echt niet. Op den duur zei ze, oh, maar dat kunnen ze op de kleuterschool ook. Ik zei, ja, je moet het niet te moeilijk bedenken. Ik denk dat ik de paars even aan de andere kant. Oh, kijk, nou zit mijn machine. Zie je, ik ben zo'n kliedekont. Ik smeer echt alles eronder, hè. Het is tijd voor weer eens. Alles. Het is op waterbasis, dus je kan het schoon krijgen. Het zou wel eens even tijd moeten nemen om alles een beetje weer goed schoon te maken. Nou, die paarse doe ik dan maar even hier. Dus ondanks dat ik mijn hand gebruik, wordt het toch vies. Nou, je ziet het, ik doe het niet heel donker nog. Want ik wil het eigenlijk wel een beetje in elkaar over laten lopen.
heb ik eigenlijk in principe bij de blauwe een beetje harde randen. Ook dat maak ik me eigenlijk nooit zo heel erg druk om. Want meestal ga je stempelen en doen en dan wordt het toch weer anders. Dus wat dat betreft. En wat ook zo leuk is, je krijgt het nooit hetzelfde. Hè? Dus je kan hem proberen nog weer een keer te maken. Hij wordt nooit hetzelfde als de eerste. Dat lukt gewoon niet. Maar dat hoeft ook niet. Nou zou je zeggen van dit ziet er toch eigenlijk niet zo leuk uit. Het is een beetje een door elkaar rommeltje. Zie je, nou was ik bijna mijn sponsje kwijt van mijn blauwe. Maar ik wil eigenlijk hier een beetje de harde randjes een beetje vervagen. Een beetje in het roze blauw. Nou, ik vind het eigenlijk wel ver goed zo. Misschien nog iets wat meer paars. Dit vind ik eigenlijk prima. Nou, dit is eigenlijk heel je achtergrond, hè? Dan zal ik even mijn sponsjes, die leg ik wel even daar. Dit moet eigenlijk even drogen. Dus heeft even tijd nodig. En dan kan ik jullie vast wel even laten zien welke ik dus al klaargemaakt heb vanmorgen vroeg al. Ik ben daar gisteren aan begonnen. De achtergrond had ik op de beurs gemaakt. Maar ik heb hem gisteren dus afgemaakt. Wat doe ik dus als ik het voor in mijn journal doe? Wacht even, even aandrogen. En ik wil dus iets erop gaan gebruiken, dus een extra stempel van een bloem of een vlinder, dan probeer ik hem altijd op twee vellen een achtergrond met dezelfde kleuren te maken. Ik stempel dat dan ook gewoon helemaal vol. En dan, dus met achtergrondstempels. En dan later, ik zal nog een keukenrolletje eronder leggen, dan trekt het vocht er een beetje in. Dan kunnen we zo eigenlijk verder. Oh, het is al bijna droog hoor. Valt nog niet tegen. Met deze bijvoorbeeld heb ik dus gisteren, ben ik eraan begonnen. Ik had de achtergrond gemaakt. En je ziet op de bloemen en de vlinders, daar zitten eigenlijk dezelfde bewerkingen op als op de gewone achtergrond. Zie je? Dit stempeltje staat bijvoorbeeld daar, staat daar. De druppeltjes heb ik ergens anders weer, ook op de vlinder gebruikt. Het is gewoon twee achtergronden dan eigenlijk stempelen. Dus echt achtergrond stempelen. En dan daarna pak je dus je bloem en die stempel je eroverheen. Je pak je vlinders en je teksten, die stempel je eroverheen. En dat knip je uit en dan plak je op. Nou, ik heb de vlinders dan echt wel een beetje de vleugeltjes los laten zitten, zodat het echt is dat ze net fladderen. Ik heb misschien ook wel erg leuk, heb ik ook met de markers gedaan. Er zit hier van dat wondgaas. En als je je wondgaas dus een kleurtje wil geven. Weet je, zal ik het even doen? Wacht even. Ik ga het niet gebruiken, want ik vind het niet passen hierbij. Even kijken, een stukje wondgaas. En dat kan natuurlijk ook met kant of wat je ook maar hebt. Vlint. Maar ik heb hier dus een stukje wondgaas. En dat mag altijd een beetje rafelen. Nou, dus bijvoorbeeld, ik wil roze wondgaas. Nou, je doet er een klein beetje water op. En ja, je moet niet bang zijn voor vuile vingers. Dat krijg je nu eenmaal. Maar je rolt het er even doorheen. En ja, de meesten die mij op Facebook hebben, die weten het wel inmiddels. Ik zit op een nieuwe heatool te wachten, want die ging dus van de week in de fik. Nou, nog een klein beetje, want er zit nog te veel wit in. Maar zo maak je dus gewoon je wondgaas op kleur. En dan past het weer mooi bij de rest van het geheel. Dat vind ik dan altijd wel leuk. Nou is die mooi roze. En je laat hem drogen. En je kan hem op je project gebruiken. Nou, dat even tezijde. Vond ik wel even leuk. Dan is inmiddels ook mijn achtergrond denk ik nu wel echt droog.
En dan zetten we deze even aan de kant, want dat gaat anders niet goed komen. Ja, die is er ook. Nou, dat kan opgestempeld worden. We hebben geweldige nieuwe grunge lijn. Echt super toffe lijn. Ik vind hem allemaal helemaal leuk. Ik ga er even wat cirkels op verwerken. Ja. En ik vind deze gewoon echt super, super, super tof. Dus die gaat erop. En dan probeer ik, dat doe ik dan wel met de archival. Ik moet jullie trouwens zo nog even wat anders laten zien, wat dus ook gaat. Die past er gewoon weer mooi bij qua kleur. En dat is gewoon even kwestie van willekeurig iets stempelen. En dan vind ik het wel leuk dat, dat het wel een beetje echt goed opvalt. Het hoeft niet in zijn geheel. Nou, die zijn al klaar. Wat ik vergeet, en die hebben we natuurlijk ook van de Grunge, nieuwe masks. En dan moet ik eens even kijken welke ik dan wel erg leuk vind om te gaan gebruiken. Die denk ik. Nou, ik vind het dus heel makkelijk om alles aan één dingetje. Dus van elke serie hang ik gewoon op. Nou, je kan dit dus met structuurpasta, maar je kan het ook met je markers doen. En dan heb je weer je sponsje nodig. En dan gebruik ik geen water. En dan is het, je ziet het maar heel licht. Het hoeft niet altijd te overheersen. Kijk. En dat doe je dus ook met je marker. Dus je kan je masks ermee gebruiken. Ik vind de masks ook super geweldig voor, hoe heet dat? Voor structuurpasta. Maar je kan ze dus ook je markers ervoor gebruiken in plaats van dat je je inkt pakt. Dan heb je echt sowieso dezelfde kleuren. En dat is natuurlijk wel erg mooi. Dan hoop ik niet dat ik te veel buiten beeld zit te werken, want dan krijg ik commentaar. En dat wil ik niet. Nou, die is klaar. Die poets ik dadelijk wel even schoon. Dus dat was met de markers. Nou wil ik nog wat stempeltjes erop. Ik ga er nog met donkerblauw op. Even kijken hoor. En ik ga er ook nog zwart op. Ik vond deze ook erg tof. Dus die gaan we met donkerblauw doen. En kijk, nou ben ik het echt op een stempelblok, gebruik ik hem. Maar je kan hem ook uit de hand stempelen. Hoeft niet per se op een stempelblok. Je ziet, ik kijk eigenlijk niet waar ik stempel. Ik doe het gewoon waar ik denk, oh, dat is wel leuk daar. En er is ook geen gegeven van het moet zus of het moet zo. Ze hebben altijd wel zoiets van, nou ja, waarom weet ik niet. Dat je het in een aantal groepjes doet. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nou, dan krijg ik er nog een, want altijd een beetje oneven. 7. Waarom? Weet ik niet. Ik doe het ook maar. Ik doe het gewoon maar zoals een ander het ook doet. Dan vind ik dit lijntje echt helemaal het einde. Dus die gaan we ook nog gebruiken. Die moet op een langere. Je ziet, ik gebruik eigenlijk helemaal mijn stempelhulp hier niet voor. Want dat hoeft ook niet. En dan vind ik het wel leuk dat hij doorloopt. Dus ik verleng hem. Leuk.
hè, de prikkeldraad. Die heb ik al echt al een paar keer gebruikt. Kijk, ik kan hem nou beter zo pakken. Nou, ik ga een beetje scheef, maar ook dat is niet erg. Het is ook echt niet nadenken, doen. Ik denk dat dit wel een hele snelle film wordt. Als het er zo door blijft gaan. Zie je, sommigen hebben last, vinden het altijd een beetje moeilijk om die randjes te maken. Nou ja, met zo'n stempel is dat dus helemaal niet moeilijk. Grunge 3.0. Welke vind ik er dan nog? Oh ja, ik vind die tekst ook wel erg leuk. En die ga ik dus gewoon een beetje uit de hand doen. Dus dat hoeft niet. Daar ga ik niet te zwart voor pakken, want dat vind ik te hard. Zwart komt dadelijk nog wel terug. Daar pak ik wel even grijs voor. Dan moet ik even kijken, want ik denk dat ik hem zo het leukste vind. Om hem dadelijk af te maken. Dan moet wel de tekst natuurlijk recht staan. Tenminste, de letters goed. Dat is niet op z'n kop. Zie je? Daar vul je dus even de lege plaatsen mee op. Nou. Dan vind ik hem eigenlijk al gewoon heel erg ver. Goed. Wat had ik in mijn gedachten? Want we hebben nieuwe essentials. Ook, oh, die komen eraan. Die zijn er nog niet bij jullie, maar wij hebben ze al wel. En die zijn ook ontzettend leuk. En dat zijn deze. En het leuke is, dat zijn stempels. En er zitten stamps bij. Alleen nu gebruik ik alleen de stempel. Maar weet je, als je nou niet echt een stempelaar bent, kan je hem natuurlijk ook gewoon uit zwart papier stansen. En dan heb je gewoon een zwarte boom. Zou ik in principe ook kunnen doen. Plaatsen. Ga ik eens doen. Ga ik even kijken hoor, waar mijn... Ja, dat roep ik wel, dat ga ik eens doen. Moet ik wel even kijken, waar... Het is wel even herrie maken. Maar goed, dat nemen we dan maar even voor lief. Of ga ik hem stempelen? Ja, ik ben altijd een beetje wispelturig. Nee, ik ga hem toch gewoon stempelen. Sorry. Ik vind het op... ja, misschien gebruik ik deze wel als kaart hoor, dadelijk. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar goed, het kan wel, hè? Maar ik kan nou ook niet zo makkelijk bij mijn dikkere zwarte papier. Dus dat wordt hem even niet. Ik krijg nog de vraag, hebben jullie misschien vast wel gelezen, waarom tril je zo? Hoe komt dat? Familiekwaal. Ik zit er niet mee. Het is misschien een beetje beroerd om af en toe naar te kijken, maar... Ach ja, er zijn ergere dingen in het leven hoor. Een beetje bibberen. Kijk, we hebben een leuk kerstboompje. En, oh, ik wil het wel gelijk doen. Kan ik even, oh nee, dat gaat natuurlijk niet. Deze vind ik ook erg leuk. Dan ga ik je dadelijk wel laten zien hoe ik die er dan weer bij bewerk. Maar die komen er dus alle twee op. Hij zit vast. Oké. Nou, dan eerst de boom. En die stempelen we dus met, waarom zit dat zo stroef? Omdat er nog een stempel tussen zit. Oh, ik heb hier allemaal stempels liggen. Ik maak er een boeltje van, niet normaal. Maar komt dat ik het gewoon, ik vind het zo leuk, ik wou het even laten zien. Dit is trouwens Versafine. Je hebt wel een goede zwarte stempel inkt nodig hoor. Goede nattige. Nou, die is goed. Maken we die gelijk even schoon.
Die leg ik heel even aan de kant. En dan komt dat, dat manneke. Oh, is het niet erg? Ja. Ja. Wat heb je als je het eigenlijk een beetje te snel wil doen? Kijk, ik vind dit gewoon toppie. Want dat is net of dat jochie met dat trapje even een kerstbal in de boom moet gaan doen. Dat is toch schattig? Moet ik even kijken dat dit wel goed vast blijft zitten. Nou, hij is er bijna. Hij kan er net niet bij. Dat vind ik gewoon. Ik vind ze echt heel leuk. Ik heb ze al gebruikt ook op kaarten. Die voorbeelden komen jullie later wel tegen op Facebook. Maar op deze manier, je kan het gewoon in je journal gebruiken. Ik maak hier denk ik een kaart van. Ik weet nog niet zeker. Misschien plak ik hem ook wel in mijn journal. Zo. Zijn mutske is niet helemaal. Dus we gaan het mutsje nog even doen. Oké dan. Nou. Ook die hebben we gehad. Dan komen er nog wat sterretjes. Maar die stempel ik weer uit de hand. Dus de mist die gaat weer even weg. Die heb ik zo nog even nodig. Alhoewel, misschien dat ik wel. Want ik wil nog even spetteren. Even de stempels terug doen. Want anders dan klopt er dadelijk niks meer van. Dan ben ik alles kwijt. Hupsa. En nu? Ik had nog sterretjes gevonden, dacht ik. Ja, dat zijn gewoon de zwarte sterretjes. Die heb ik uitgestanst uit de mal van vorig jaar. En dat is ook een super fijne mal. Die is van de vorige kerstlijn. Ik weet niet meer zeker of dat nu de winter deze of de winter trails was. Maar in ieder geval, het is, ik heb hem bij de hand, deze. En dat voordeel is dat je dan in één keer gewoon een heleboel sterren hebt. Dus dat is wel heel fijn. Dus die had ik nog liggen. Ik denk, ach, die kan ik daar wel even op gebruiken. Dan zit ik alleen even heel erg te twijfelen. En ik ga ze even verstoppen. Die zwarte sterren. Onder mijn keukenrol. En waarom? Ik wil nog even spetteren. Want het sneeuwt, hè. Dus dan moeten we spetteren. Nou, dat doe je met de Molotov marker. Zorg dat je al je spullen wel een beetje aan de kant hebt. Want alles komt er natuurlijk wel een beetje onder te zitten. Ga je er ook even voor staan. Ik moet hem even op gang helpen. Oh jee, dat punt erin. Nou doe ik het even heel erg voorzichtig, want mijn punt zit erin. En dan krijg je wel erg grote spatters. Maar goed, het sneeuwt, dus het is winter. Hier gelukkig nog niet. Ik ben niet echt zo'n wintermens. Ik vind de winter wel fijn. Maar dan, ja, dat zullen er misschien wel veel met me eens zijn. Dan heb ik graag. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik zou dan het liefst 's nachts een graadje of 2-3 vorst. Geen sneeuw. En dan overdag gewoon mooi weer. Lekker zonnig weertje. Kijk. Nou. Die moet natuurlijk nog drogen. Maar ik durf best wel al wat sterren te plakken. Dan heb ik hier mijn
dingetje. Ik ga even mijn lijn pakken. En omdat je natuurlijk met zwart gestempeld hebt, daarom zat ik eigenlijk net even een beetje te twijfelen. Van ga ik met zwart stempelen of ga ik met, nee, iets groter. Of ga ik met zwart cardstock beginnen. Want dan had ik eigenlijk zoiets van, ja, ik vind zwart stempelen toch wel leuker. Dus daar, vandaar de stempel. En dan her en der wat sterren plakken. En dan is inmiddels mijn, mijn spatters ook wel ver droog. Hoop ik. Daarom moet ik nou, want normaal gesproken doe ik altijd hap, hap, hap. Daar een druppel. Maar ik kan het nu dadelijk gewoon niet zien. Dus dat moet ik maar even voorzichtig een beetje lijm. Dan weet ik gewoon niet waar ik gebleven ben. En dat zal je ook altijd zien. Nou leggen ze natuurlijk allemaal net op z'n kop. Dus de onderkant naar boven. Dat is niet zo handig. Maar je ziet de achtergrond maken valt reuze mee, hè, met de markers. Acrylic paintmarkers van Studio Light moet je hebben. En het verschil vroegen ze ook nog. Ja, en dat vind ik dan altijd wel een beetje een lastige. Wat is nou het verschil tussen de light markers of de paint markers? Nou, deze hebben gewoon wel ontzettend veel pigment. En dat wil niet zeggen dat de light markers het niet hebben, want die hebben ook pigment. Maar ja, dat is toch weer anders. En dan moet ik even oppassen dat ik niet ga overdrijven, maar ik wil die er nog op. Hopla. En daar nog een ster. Ja, niet overdrijven. Hij zit gewoon bijna vol. Hè? Eigenlijk is het zo goed, hè? Ja. Nou, wat ik dan ook nog heel erg leuk vind, is sneeuw erop maken. Maar dat doe ik dadelijk. Ik ga hem nu even matten op zwart. Op zwart karton. En ik heb heel dun zwart karton. Maar ik dacht, ach, dan kan die daarna weer gewoon... Ga ik het wel op mijn dikke zwarte doen. Even kijken hoor. Want dan ben ik natuurlijk wel gelijk klaar. Ik moet een beetje voorzichtig doen, maar mijn sneeuw is nog niet helemaal droog. En dat is het nadeel weer dat je geen... hoe heet dat? Ik pak toch even dikke zwarte hoor. Want... Nadeel dat je geen föhn hebt. Ha! Die is te klein. En nou weet ik niet of dat ik dus nog... Dus dan even kijken of dat hier nog dik zwart in zit. Ja, dit is dikker. Het is ook nog niet super, super dik, maar het is wel dikker. En ik wil hem dan dadelijk toch gewoon wel in mijn journal doen. Dus hij komt toch weer in mijn journal. Eerst dacht ik van, oh, ik maak er een kerstkaart van. Ik vind hem leuk in mijn journal. Black Suits. Gewone Distress Inkt. Even nog voor de buitenstranden. Dat is even puur gewoon dat het de overgang vind ik dan wat mooier. Ik moet echt oppassen. Het is gewoon nog niet droog. Dus ik hoop dat de postbode een beetje doorloopt vandaag. Of rijdt. Ja, hij mag natuurlijk niet harder dan dat hij mag. Maar als hij in ieder geval voor kiest dat hij snel bij mij is. Dan heb ik in ieder geval mijn, mijn dingen weer terug. Dan kan ik verder aan de slag. Nou, ik moet echt voorzichtig doen. Want het is gewoon nog niet droog. En ik kan hem dus niet op z'n kop leggen. Nou, dus we gaan het maar gewoon puur met lijm loszetten. Gaat ook. Even kijken. Hier is mijn, ook weer zoiets. Er zit mijn tuutje. Zit erin.
Hij zat een beetje verstopt, dit flesje. Ik denk, oh, ik zal hem even doorduwen. Ja, iets te krachtig. Dus die moet ik er nog weer uit zien te vissen. Maar ik dacht, oh, dan haal ik eerst maar zoveel mogelijk lijm eraf. En dan komt dat daarna wel weer goed. Hoe ga ik dat nou het handigste aanpakken? Ik denk gewoon maar zo. Want al het sneeuw wat nu nog nat is, ja, dat gaat er nou af. Vrees ik. Nou, dat valt mee hoor. Maar ik moet hem toch vastlijmen, hè? Valt reuze mee. Nou, nou kan ik hem in ieder geval snijden. En dat doe ik weer even met die lineaaltjes. Dat vind ik gewoon het fijnste. Zie je, even wat wegwerken. Deze. Want het hoeft niet zo breed. Het gaat maar puur om een randje. Ja, daar ga ik altijd even voor staan, want dat vind ik net even wat makkelijker. Dan heb je wat meer kracht van boven vandaan. Oké. En ja, het is een kersttafereel. Dus er moet natuurlijk sneeuw op. Dat is het allerleukste. En dat doe ik dus met mijn 3D sneeuw. En ik moet even een stukje papier. Want de trap staat natuurlijk in de sneeuw. Deze is wel altijd een beetje stug hoor. Misschien zit hij wel een beetje verstopt. Ik heb hem vorige week meegehaald naar de beurs. En daar was het ontiegelijk warm op een gegeven moment. Ik moet zeggen, het viel op zich mee. Maar op een bepaald moment toen werd het echt wel erg heet. Kijk, het hoeft niet heel veel sneeuw. Maar het is toch wel leuk dat de trap erin staat en de kerstboom. En ik doe dit altijd zomaar een beetje zoals ik het denk dat het leuk wordt. Is een beetje lastig, hè? Dit is echt wel een beetje stugge sneeuw, hoor. Je ziet, ik moet hard knijpen. Zo gaat het beter eigenlijk. Nog een beetje leuk hierop. En daar. Zo. Een beetje op de trap. Op zijn voetje. En dan een klein beetje op het mutsje. Zijn sjaaltje. En dan gaan we nog even lekker glimmeren. Want ik ben altijd wel van de glitters. En dat doe ik met de ijskristallen. Die zijn van Viva. Pas daar wel mee op, want het is gewoon wel echt glas, hè. Een kleine glassteentjes. Even een beetje rommel wegwerken, dat ik ruimte heb. Dus ik doe dat altijd even boven een blaadje. Gewoon plat laten leggen. Dan blijven er een paar in hangen. En de rest kun je later weer terug doen. Daarom dat blaadje eronder.
Even een keer op zijn kop tikken. Nou, dit ruimen we even netjes terug. Want ja, wij hobbyisten zijn natuurlijk wel een beetje zuinig. En dan doe je er echt gigalang mee hoor, want er gaat zomaar een klein beetje van in. Maar het geeft zo'n hartstikke leuk effect. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is echt glitter. Echt een hele leuke glans. Nou, daar komen dus dadelijk nog weer twee gaatjes in. En dan kan die mooi in mijn journal. Ik dank jullie wel voor kijken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat je dus met de paintmarkers kan. En je kan er natuurlijk nog veel meer mee, want dan moet je maar even naar mijn collega's de filmpjes kijken. Je kan er ook mee tekenen. Kan je letteren, handletteren, dan kun je dat ook gebruiken. En dan zijn dus juist die extra punten heel erg handig, die bijtelpunten. Want dan kun je ze mooi schrijven. Dat kan ik niet. Ga ik me ook echt niet in verdiepen. Ik vind dit gewoon heel erg leuk om te doen. Nou, ik dank je wel voor het kijken. Ben je nog geen lid? Zou ik het leuk vinden dat je je abonneert op mijn kanaal. En als je op het belletje klikt, dan mis je niks. Tot volgende filmpje. Doei doei!